Moskou in 1980 kwam ze tot in de halve finales. En daar was in de halve finales een tijd van 23:44 haar beste tijd daar niet voldoende om verder te komen. We hebben de tijden hier gezien. We zien de deelnemers. En Els vader weet hier dat ze bij de beste vier moet zitten. Goed. Vader goed weg, want hij heeft Grace Jackson vrij snel te pakken. En dat zegt wel iets. Aan de binnenkant komt de rest nu ook. Vader komt min of meer als eerst uit die bocht. Maar nu moet ze ook werkelijk bestand zijn tegen de rest. Givens kwam ineens hard. Vader kan derde worden. Dat wordt. En dat is goed. 22:53 weer. Zal ze toch zo'n beetje rond haar Nederlandse recordtijd hebben gelopen. En dat moet hier ook wel. Trouwens, dat mag je ook verlangen eigenlijk, denk ik, als je uitgezonden wordt naar zo'n evenement. Dat je hier dan toch een beetje in de buurt gaat komen van je beste prestatie ooit. Of je moet al op de terugweg zijn van je carrière. Als vader deed dat goed. Ze ging mee met die Grace Jackson. Die glimlachende dame daarnet. En na 100 meter zit ze daardoor toch wel gunstig. Dan komt aan de binnenkant de rest. Onder aanvoering van Kivens in baan 1. Maar vader heeft hier een derde plaats. En die houdt ze. Ondanks de aanvallen van Ruth Waitera. Maar het is goed dat ze die Française dus terugzet. Zo groot is dan toch nog ineens dat verschil van Jackson en Kivens met de rest. Vader 3, Waitera 4. Uitslagen laten hier altijd enigszins op zich wachten. Dus een bevestiging van zo'n tijd van vader is lastig te krijgen. Zo'n 22:53 wordt meestal gecorrigeerd met 1 of 2 honderdste. Dat is de praktijk hier naar beneden. En de restanten aan cijfers komen altijd wat later. Nu die vrij lang eigenlijk. Gezien de aard van het evenement.